Helemaal, vandaag heb ik voor jullie, zoals beloofd, een kerst do-it-yourself. Ik ga vandaag namelijk met jullie deze super schattige cupcake kerstversieringjes maken. Ik heb twee soorten. Zo, ze zijn heel simpel om te maken en zien er gewoon super schattig uit voor als je een kerstboom hebt staan op je kamer of als je gewoon een toffe decoratie wilt, dan haal je gewoon dit lintje eraf. Ze zijn echt super schattig aan te passen aan elk interieur. Want ik bedoel, je kan kiezen welke kerstkleur, welke kerstbal je kiest van kleur. Of welk cupcake bakje je kiest. Zo heb ik hier ook een paarse gemaakt. Zo, met een iets groter balletje. En deze dan weer een iets rozere variant. Met een iets kleiner balletje. Dus dit ga ik jullie vandaag laten zien. Kijk snel verder om te zien hoe je deze maakt. Wat je allemaal gaat nodig hebben is dit. Kerstballen in de kleur die jij het mooiste vindt. Witte verf die zal dienen als topping van de cupcake. Glitter om daar nog eens over te doen in een kleur die erbij past. Een lint om de kerstbal aan op te hangen in de kerstboom. Een penseel voor de verf natuurlijk. Cupcakebakjes om de cupcake in te doen. Besjes die zullen dienen als kersen. En een lijmpistool of gewoon superlijm. Wat je als eerste gaat doen, is de kerstbal tot in de helft schilderen met de witte verf. Als hij helemaal tot in de helft geverfd is, neem je een beetje extra verf en hiermee ga je deppen. Hierdoor ziet de frosting er veel echter uit. Neem je lijm of je lijmpistool erbij en ga je lijm aanbrengen op de bal zelf. Best niet op het bakje, want dat is helemaal niet zo gemakkelijk. Als alle lijm erop zit, doe je de bal in het bakje. Ik zet de mijne ietsje schuiner, dus niet met het steeltje helemaal omhoog. Gewoon omdat ik dat iets mooier vind als hij in de kerstboom hangt. Geen kerst zonder glitter, dus bestrooi ik mijn cupcake met zilveren glitters. Ik heb deze kleur gekozen omdat deze het beste bij mijn kerstboom in mijn kamer past. We zijn er bijna. Als kers op de taart neem je kerstje erbij, knip je daar het steeltje vanaf en plooi deze ietsje om zodat het er een klein beetje natuurlijker uitziet. Vervolgens doe je er een beetje lijm op en plak je deze zo dicht mogelijk bij het steeltje van de kerstbal. Als finishing touch doe je er een klein lintje aan natuurlijk. Kies gewoon een lintje dat er goed bij past, knip het op de gewenste maat en hang het door het lusje heen.